Het wordt tijd dat we beseffen dat alles op deze aarde limited edition is. De aarde is een zo goed als gesloten systeem. Zelfs al komt een grondstof veel voor, dan nog is deze in zekere zin schaars. En alles op deze aarde komt nu eenmaal een einde. Op is echt wel op. Maar er is hoop. Hoop op een betere toekomst. Het is aan ons, jongeren, om onze eigen toekomst en de toekomst van de volgende generaties te waarborgen. Om onze stem te laten horen en politici hierop aan te spreken. Maar ook om verantwoording te vragen. De Sustainable Development Goals, of SDGs, vormen een belangrijke leidraad. Het is een kader dat ons de kans geeft om effectieve veranderingen te eisen. Iedereen heeft wel dromen en bepaalde doelen die ze willen waarmaken. Wij en toekomstige generaties hebben hier ook recht op. Maar de manier waarop we de dag van vandaag bezig zijn, stelen we de dromen van de toekomst. Iedere jongere heeft het recht om zorgeloos op te groeien. Zonder dat de beslissingen die in het verleden genomen zijn, een beperkende factor hoeven te zijn op hun toekomst. Verantwoorde en duurzame productie en consumptie is een opstap naar het einde van onze roofbouw die we plegen op de aarde. Door na te denken over de ecologische voetafdruk van producten die we kopen en hun werkelijke kost, zouden we al een pak bewuster moeten zijn van de impact die we hebben op het systeem aarde. Toen ik aan enkele vrienden vroeg waarmee zij economie associeerden, kreeg ik vaak het antwoord saai, geld kopen of het kopen van producten. Het wordt tijd dat we economie niet zien als iets negatiefs, een opsomming van cijfers en percenten, maar als een mechanisme om onze levenspatronen te veranderen. In onze huidige economie ligt de verantwoordelijkheid voor alles wat we kopen bij ons, de consument. Alleen hebben wij als consument geen inspraak in het productieproces. Daarom is het tijd om deze verantwoordelijkheid ook bij de producent te leggen. Dat bedrijven erop worden aangesproken wat voor impact hun producten hebben op onze aarde. Een circulaire economie houdt rekening met deze verantwoordelijkheid. Het is dan aan de producent om voor het productieproces in werking treedt na te denken over hoe men deze grondstoffen kan recupereren. Zodat materialen niet gedowngraded worden, maar dezelfde waarde kunnen behouden en in andere producten verwerkt kunnen worden. Hiervoor is het ook belangrijk om voor alles wat we produceren, alle materialen te noteren in een zogenaamd materialenpaspoort. We kopen de materialen niet meer, maar gebruiken ze als een dienst. Zo vormt zich een circulaire economie waarin onze eindige grondstoffen in een oneindige cirkel worden hergebruikt. Een utopie, hoor ik u al denken. Toch niet helemaal. Bij het concept van Thomas Rau koop je geen producten, maar diensten. Je koopt geen lampen, maar licht. Met als gevolg dat het bedrijf niet enkel verantwoordelijk zal zijn voor het produceren van de lampen, maar ook voor het onderhoud hiervan. Het huidige economische denken voldoet niet meer. In plaats daarvan komen er nieuwe. Circulaire economie is hier niet het enige voorbeeld van. De donut-economie van Kate Raworth is er een die gebaseerd is op het sociale fundament en rekening houdt met een ecologisch plafond. Of de gemeengoed-economie van Christian Felber, een model dat menselijke waarden centraal stelt. Een tweede punt dat me nauw aan het hart ligt, zijn de kansen die wij jongeren moeten kunnen krijgen. Enerzijds door toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs dat gericht is op voldoende ervaring en praktijk en anderzijds door een garantie op leefbare werkomstandigheden en een gezonde economie. We kunnen niet weglopen van de duurzaamheidsproblemen die voor ons liggen. Maar door een goede educatie over duurzaamheidsthema's leren wij jongeren dat we er niet van moeten weglopen. We kunnen ze zelf aanpakken. Want de oplossingen voor deze problemen zitten in onszelf, in onze denkkracht. Door het delen van kennis en innovatie kunnen we zelf actie ondernemen. Leer ons niet probleemgericht, maar oplossingsgericht denken, zodat we niet blijven steken in een pessimistische kijk, maar juist een hoopvolle blik hebben gericht naar de toekomst. Samen, want zo gaan we prioriteiten kunnen aanpakken en doelen bereiken. Niet alleen degene die ik heb vermeld en mij nou aan het hart liggen, maar alle prioriteiten die naar boven komen bij Vlaamse jongeren omtrent duurzame ontwikkeling. Door samenwerking tussen jongeren onderling en tussen jongeren en andere organisaties te bevorderen, wordt onze slagkracht vergroot. Partnerships for the goals, zoals het zo mooi verwoorden bij de SDGs.
Wij jongeren moeten op onze strepen blijven staan. Die zorgeloze toekomst moeten wij eisen. We moeten tonen dat ook wij als jongeren bezig zijn met het klimaat en duurzame ontwikkeling. Dus hoop met mij mee, droom met mij mee, werk mee aan onze toekomst die we zelf zullen moeten waarborgen en laat ons daar vandaag samen mee beginnen.